Ja, vraag 3029. Je moet een gelijkbenige driehoek gaan tekenen en daarna wat vragen erover beantwoorden. Nou, ik ga het je laten zien hoe het moet. We beginnen eerst met een schets maken. Bij ons ben je verplicht een schets te maken als je een driehoek moet tekenen. Nou, een gelijkbenige driehoek PQR. P is 90, PQ is 3. Nou, hoek P is 90. Dan weet ik al, dat zal zoiets worden. PQ is 3, maar dan zie je, hé, wacht eens even, deze is 3, maar die van P naar R is ook 3. Oké dan. En dan krijg je dus zo een gelijkbenige driehoek. 3 centimeter, 3 centimeter. Dan ga je hem tekenen. En ik snap ook wel, deze lukt ook wel zonder schetsen. Dus dan krijg ik vaak, ja, ik vind juist met schetsen moeilijker. Maar dan zeg ik ook, ja, dat snap ik. Maar, want bij deze is het ook echt te doen. Maar met zo'n makkelijke driehoek leren we juist, hoe maak je een schets? Dus dan kunnen we juist het maken van een schets laten oefenen. Omdat de driehoek makkelijker is. Nou, en op een gegeven moment heb je die schets maken door, heb je door hoe je een schets moet maken. En dan kun je er ook de wat moeilijkere driehoeken gaan tekenen, waar echt de schets noodzakelijk voor is. Nou, ik ging nu even te snel, denk ik. Hoek P moet een rechte hoek zijn, dus die teken ik. En dan zie ik ook dat die aan beide kanten van P, dat die daar 3 centimeter moet zijn. Dus als hier P ligt, heb ik zo een zijde van 3. En dan heb ik zo een zijde van 3. En die verbind ik. Hoppatee. Nou, en dan krijg ik dus, meestal zet ik hier eerst de P en de Q. En dan teken ik verder, maar dit is zo'n bijzondere driehoek. Zo. En dan waren deze twee aan elkaar gelijk. En die was 3 centimeter. En die was 3 centimeter. Nou, nu zeggen ze ook, welk hoek is nu de tophoek? A heb ik nu gedaan. Welk hoek is nu de tophoek? De tophoek is niet R. Is niet R. Dat, ja, die hangt aan de top. Maar het tophoek is eigenlijk gewoon de hoek waar de twee benen samenkomen. Dat noem je de top. En soms ligt die gewoon op de grond. Dat kan. De tophoek kan op de grond liggen. Kijk, want dit zijn de benen. De gelijke benen. En dan zit daar dus de tophoek. Nou, wat zijn nu de basishoeken? Gelijke benen, gelijke voeten. Dus dit zijn zijn voeten. En die zijn dus ook even groot. En dat zijn dus de basishoeken. En dit is de tophoek. Dus dit is de tophoek. En dit zijn de basishoeken en die zijn even groot. Nou, nu zeggen ze vervolgens, hoeveel graden is nu zo'n basishoek? Hoeveel graden is zo'n basishoek? Hoe pak je dat aan? Nou, je weet misschien dat met van de hoeken som driehoek, dat als je een driehoek hebt en je telt alle hoeken bij elkaar op, dan zijn die graden 180 graden. Dat noem je hoeken som driehoek. Ik ga even plaats maken. Zo, ik heb even plaats gemaakt. Ik zie ook dat ik toevallig diezelfde kleurtjes heb gepakt. Dus dat is wel leuk. Dan gaan we nu eens eventjes kijken. Nou, wat ik dus net zei. Als je een driehoek hebt, dan zijn alle hoeken samen 180 graden. En dat noem je hoekensom driehoek. Dat zit in hoofdstuk 5. Wat je nu gaat doen, is uitrekenen hoe groot is nu één zo'n basishoek. Of hoe groot is hoek Q bijvoorbeeld. Of hoek R, dat is hetzelfde, hè? Want dat zijn de basishoeken. De basishoeken zijn de hoeken die op de basis liggen. Nou, dan weten we nu in ieder geval hoe groot hoek P is. Want hoek P is 90 graden, want dat is een rechte hoek. Dus we gaan eerst kijken hoeveel heb ik over voor de basishoeken samen. Basishoeken samen. Dan gaan we eerst uitrekenen. Nou, en hoe schrijf je dat nu goed wiskundig op? Hoek Q plus hoek R is gelijk aan 180 min 90 graden is 90 graden. En dan zet je dan achter hoeken som driehoek. Ik kort het even af, hoor, anders dan wordt het wel heel veel bende op het scherm. Nou, wat ga ik nu uitrekenen? Nu weet ik, hé, die zijn met z'n tweetjes 90 graden. Oké, dan is hoek Q, of een basishoek, en dan kan je opschrijven hoe Q is ook, hè, dat vinden we allebei goed. Of gewoon een basishoek is gelijk aan, ja, die 90 graden gedeeld door 2, en dat is 45 graden. En daar zet je achter basishoeken. Want daarom is het, omdat het basishoeken zijn, basishoeken. En dan ben je klaar. Daar ben je klaar. Nou, dan heb ik hem denk ik al gedaan. Nou, ik hoop dat je er iets aan had. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!